travail remarquable au niveau de pensée légumes, pensée fruits. Le Person of the Year Award, Valérie Mester. We hebben een award gekregen voor One Mile a Day, waarin de schoolkinderen elke dag 1 mijl lopen. Op dit ogenblik lopen er meer dan 140.000 schoolkinderen elke dag 1 mijl. En het is niet alleen het lopen van 1 mijl, het is niet alleen het bewegen, maar het is uiteraard ook het hele bewustwordingsproces rond gezondheid, bewegen en voeding. Die we nu krijgen is voor de Best Culinary Flowers, is Lieven daar. Oké, welkom Lieven. Moi, et c'est Hofke van Basel que j'invite pour avoir le prix meilleure communication fruits et légumes. De volgende award is een award voor het hoogste percentage groente en fruit. En ik nodig Kondakoum uit om deze award in ontvangst te komen nemen. Et j'invite le chef de Eau de Vie, proficiat, wij danken bij deze de organisatie van We're Smart World voor de award van de beste culinaire kruiden en eetbare bloemenproducent. En wij zijn daarmee zeer vereerd. We zijn heel blij dat we die award gewonnen hebben. Hey, dat is natuurlijk al jaren en jaren dat we ons inzetten om alle dagen zo vers mogelijk groenten en fruit aan te bieden aan de mensen. Dus de award voor beste groenterestaurant is een wedstrijd. Het is eigenlijk een wedstrijd die al nu voor de 10e keer georganiseerd is. En waar dat chefs, restaurateurs in kunnen schrijven en meedingen naar deze prijs. Beste groenterestaurant van Vlaanderen. Of Wallonië of Nederland. Wij zijn super gelukkig met natuurlijk deze award Beste Groenterestaurant voor de Groene Gomio. We are Smart World Beste Groenterestaurant 2017. Het doet ons heel veel plezier voor ons restaurant Hofke van Basel. Wij zijn sinds jaar en dag eigenlijk bezig met het promoten van groenten en fruit. We hebben ons eigen vegetarisch label voor ettelijke jaren genaamd Gina's Choice. Mevrouw zelf zegt altijd van, ik kan de wereld niet veranderen, maar ik kan wel hele mooie alternatieven bieden. Gezond eten, heel veel groenten op bord, gaat u altijd bij ons terugvinden. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce prix de la part de Goemio et de Frankfurt. C'était une récompense pour moi, pour mon équipe, pour mon associé. On est vraiment très heureux parce que bon, comme tout restaurateur qui se bat, on travaille beaucoup avec des produits locaux, on met en avant tout ce qui est légumes, on essaye de montrer aux gens qu'on peut faire de la gastronomie en se passant ou en diminuant les quantités de viande et poisson dans les repas. Donc c'est une bataille de tous les jours, c'est un travail de tous les jours. On a la chance de travailler avec les producteurs locaux. Proficiat pour les winners. It feels so fine.